Ik sta hier nu als Tweede Kamerlid in de Eerste Kamer en dat gebeurt niet vaak. En ik sta hier omdat ik vorige week mijn voorstel mocht verdedigen om de benoeming van burgemeesters door de kroon uit de grondwet te halen. En vandaag heeft de Eerste Kamer met een 2/3 meerderheid dat wetsvoorstel goedgekeurd. En dat is voor D66 een historische overwinning waar we al ruim 52 jaar mee bezig zijn. Dat stond sinds 1966 in ons oprichtingsmanifest, Het Appel. En ik neem je graag even mee in een kort lesje geschiedenis. Hans van Mierlo heeft er lang voor gepleit dat burgers meer invloed krijgen op wie de burgemeester is in hun dorp of stad. In 1998 werd in het regeerakkoord van Paars II afgesproken dat we de grondwet zouden gaan wijzigen. En Tom de Graaf, toen minister, kwam in 2004 met een wetsvoorstel. De kroonbenoeming ging uit de grondwet en we maakten een direct gekozen burgemeester mogelijk. Maar op het allerlaatste moment sneuvelde het wetsvoorstel hier in deze Eerste Kamer, omdat toen PvdA-senator Ed Fontijn tegenstemde. Tom de Graaf stapte op als minister en daarmee was dat voorstel ten einde. In 2012 zijn we gestart met een nieuwe poging. Tweede Kamerlid voor D66 Gerard Schouw diende toen een grondwetswijziging in om de kroonbenoeming uit de grondwet te halen. En allebei de kamers gingen daartoe mee akkoord. Maar wijzigen van de grondwet doen we in Nederland altijd in 2 keer. En daarom heb ik begin dit jaar voor de 2e keer dat voorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. 147 Tweede Kamerleden stemden toen voor. En vandaag deed ook een 2/3 meerderheid van de Eerste Kamer dat. Een historische overwinning voor D66, waar ik ontzettend trots op ben.